Zo'n 50 fanatieke supporters van Excelsior waren afgekomen op de speciale avond die de club had belegd om openheid van zaken te geven over het gevoerde beleid van de club. Kelder vertelde openhartig over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de club en de plannen die Excelsior heeft naar de toekomst. De openheid werd gewaardeerd door de aanwezige fans. Ik denk dat er heel veel helder is geworden vanavond over de club. Ik denk dat we Simon Kelder dankbaar mogen zijn voor zijn openheid, want dit zie je natuurlijk niet bij heel veel clubs gebeuren, wat er hier allemaal besproken en gezegd wordt. Ook de opkomst van de supporters verbaast mij in positieve zin. Leuk dat iedereen is gekomen. En ik hoop en ik denk dat er heel veel duidelijk is geworden en dat we nu met positief moed het nieuwe seizoen in kunnen. Nou, ik vond het op zich best een interessante avond. Verschillende dingen gehoord die ik toch niet wist. Ook over dat soort geldzaken en zo, toch wel interessant. Ja, logisch dat ook op bepaalde dingen, ze niet overal natuurlijk helemaal inzicht. Maar ik vond het erg verhelderend en ik vond het best leuk. En het was natuurlijk al met dat filmpje daarvoor al een beetje inzicht in gegeven dat de heer Kelder had gezegd van hoe het zat met die spelersalarissen. Dat het enige wat ik nog had willen weten was een beetje dat met Van Nieuwenhuizen en Graafland. Ik het eigenlijk raar vond dat Van Nieuwenhuizen al was vertrokken, maar het liep toch al een beetje uit, dus dat heb ik niet kunnen stellen. Maar voor de rest vond ik het verhelderend, best interessant. Zeker een avond met veel openheid, wat Simon al zei. Hij wilde volgens mij een uurtje praten, het werden er ruim anderhalf, maar we hebben best wel veel nieuwe dingen gehoord. Veel dingen die je wel vermoedde of dacht van nou ongeveer liggen ze zo. Maar ik denk dat hij toch wel veel openheid van zaken heeft gegeven. En ik denk inderdaad niet dat je dit bij een andere betaald voetbalclub zal meemaken. Dat dat zo'n figuur binnen de club zoveel openheid van zaken geeft. En dat spreekt er wel van heel veel vertrouwen tussen de bestuur van de club en de supporters van de club. Dus ik denk met al met al een hele vruchtbare avond voor iedereen, denk ik. Na de goede reacties op deze avond stelde Kelder voortaan elk seizoen een avond als deze te houden.